De inleider voor vandaag zijn minister van Financiën en Planning, de governor van de Centrale Bank en Miss Anna, teamleider van de IMF-delegatie in Suriname. Het verzoek is deze activiteit binnen 30 minuten te houden vanwege de verplichtingen van de inleiders. Aan de media wordt gevraagd dat na de openingstoespraak zij dan in de gelegenheid gesteld zullen worden voor het stellen van vragen. Voordat we het woord verder geven aan de sprekers, mag ik u allen heel beleefd vragen uw mobiel op stil te plaatsen. I would now like to draw your attention for the first speaker, Miss Anna. Thank you very much for coming. Good afternoon to all. My team is wrapping up the seventh review of the EFF program. We had excellent discussions with both Ministry of Finance, Central Bank, but also Ministry of Natural Resources, Ministry of Social Affairs, Ministry of Home Affairs, Labor, and we are pleased with the level of discourse that we're having. I want to say just a couple of summary remarks. The macroeconomic situation has stabilized. This is all good news. Inflation is on a steady downward trend. Exchange rate has stabilized. There are good signs of economic recovery. International bond spreads are at historical lows. And donors are increasingly re-engaging with Suriname. World Bank, Inter-American Development Bank, they're here, they're active, as long as many other entities and bilateral donors. So this is all very positive, and this is a sign of Suriname's growing respect in the international community. Debt restructuring process is entering its final stage, and we're happy with the progress there. On the program targets, all the monetary targets have been met. On the fiscal side, the target on social spending has finally been met, and actually both for March and June. So this is a good and important development. We've been waiting for this kind of result for a long time. The targets are the minimum that the government has to spend on social assistance programs. But of course, even though the quantitative targets are met, a lot more has to be done to improve efficiency. There's been a social assistance reform plan that has been finalized in recent months. So now it's time to actually take actions for the government to make sure that not just the amounts that are spent, but those amounts are spent on the people who need it most, and that people who don't need social protection should not be getting it. On the fiscal situation overall, the picture is not as good. The target on the fiscal balance, primary fiscal balance of the central government, it was not met. So a lot more efforts are needed to make sure to correct course, to make sure that those targets are met going forward. Even though VAT is now performing much better, non-tax revenues are underperforming, and also other types of taxes are also trailing behind. At the same time, expenditure has not been fully contained. There has been overspending on electricity subsidy, partly because of the drought that is affecting the energy mix. It is also important to eliminate waste. From what I've understood, even wealthier households are still receiving a discount of 400 SRD. Those households do not need this kind of discount. And the money that is being spent is about 30 million each month. So, and this is not the money that we have now in the budget.
There are some risks to the program, including from very contentious negotiations with the unions. Earlier on, I mentioned and I drove the point about ghost workers. So even though public sector reform is going in the right direction, it is going too slow. And basically, when the reform is going too slow in removing ghost workers or workers who are not even reporting to work without a valid excuse, if you want to stay within a certain budgetary envelope, that means that higher salary increases cannot be accommodated. What it means that the rest of public sector workers are paying for the ghost workers, are subsidizing them, are giving up the potentially higher salary increase so as to retain ghost workers. This reform should be more ambitious so that public sector workers that are working hard can receive proper compensation. It is not possible to do both, to both protect ghost workers and also provide good salary increases for the rest of the population. What happens if the union demands are fully met? It's not just a danger to the program. It is also a danger to macroeconomic stability. With an economy that is still below its potential, a very high salary increase in the public sector, which is relatively large, would just feed into inflation and exchange rate depreciation. And this is not what we want to achieve. The sacrifices that the rest of the society has paid should not be in vain. They should not be for nothing. And I do hope that those considerations are kept in mind. This is not about the fund program. There is a general risk to macroeconomic stability if the salary increases of the public sector are not contained. I also wanted to emphasize another point on the electricity subsidies. I know that there are contentious negotiations about formulas and et cetera, and arguments about rain forecasts. What I want to say is praying for rain is not a good public policy. Let me say it again. Praying for rain is not good public policy. The form for the formula should take into account the evolving energy mix, higher reliance on thermal, higher consumption by the population, lack of savings of electricity that we do observe. All of this adds up. And the budget on electricity subsidies has already been spent. And while it is important to protect the poor and vulnerable, there is no space to waste to subsidize higher income households. If you can proceed faster, that would be much, much better. At the very least, people should be applying for the discount. It should not be given automatically. My res rep gets a 400 SRD discount in his electric bill. I know how much he makes. He is not a poor person. And the government cannot afford this kind of leakage. On the ghost workers, I know I've been beating up this point, but the fact that there's still about 2,500 of them on public payroll, these ghost workers are providing disincentives for the rest of the public sector workers who are working hard. Because if I look and see somebody is receiving a salary for nothing, then why should I work hard? And what happens is that you're creating an army of chronically underemployed, unperforming workers that the private sector cannot absorb. Because why should they even work if for the last 3 years or 4 years or 5 years they've been receiving salary for doing absolutely nothing? Stop protecting them.
I'm talking to the unions right now. Stop protecting the ghost workers. Focus on the workers who are working. I want to end my remarks on a positive note. The commitment that I see to macroeconomic stability, to good reforms, to good governance from our counterparts, in particular from the Ministry of Finance and the Central Bank, are remarkable. There is high level of ownership. There is an understanding that we're doing these reforms because these are the right reforms for Suriname. They're not there just to check off the box for the IMF program. There is a great deal of ownership. And they are working super hard. But I also want to talk to other ministries that they have to be mindful of their own budget. They have to look at how much they're spending on wages, on salaries, on overtime, on goods and services, on electricity, because they have to also control their budget. The Ministry of Finance cannot do it for them. We're all in this together. We need to resolve this issue together. Your Ministry of Finance also counts on your support and your ownership of this program. Thank you. Thank you, Ms. Anna. Geef nu het woord aan de minister van Financiën, minister Raghubar Singh, alstublieft. Goedemiddag. We zijn aan het einde van de 7e IMF review. En ook deze is bijzonder goed verlopen. Er zijn, ik dacht, 50 of meer gesprekken geweest in deze 2 weken. Het team heeft met heel veel partners in Suriname gepraat om te zien waar we staan. En deze 7e review is in dat opzicht succes. Veel informatie, mensen die heel openhartig alle informatie verschaffen van hoe het gaat, waar zwakke punten zijn, waar de sterke punten zijn. Ik ben bijzonder verheugd met de eerste voorlopige conclusies als die onderschrijven dat de macro-economische stabiliteit dat die gehandhaafd is, dat er partijen zijn die dat uitstekend inzetten, de centrale bank. De voortgang in het bankwezen wordt gezien, de voortgang in stabiliteit wordt gezien. En tegelijkertijd wordt ook geïndiceerd, maar we zijn er nog niet. En dat is misschien goed om te onderstrepen. We zijn er inderdaad nog niet. De stabiliteit is kwetsbaar. De stabiliteit moet beschermd worden. De stabiliteit is niet iets van een programma van 3 jaar en daarna kunnen we weer geld gaan bossen. Dat is het niet. Het is iets wat we permanent zullen moeten bewaken en beschermen. Want er is geen enkele indicatie, er is ook geen reden om daar zorg over te hebben dat de koers waar we allemaal naar kijken, dat die koers gekke dingen gaat doen. Dat gaat niet gebeuren. Maar de koers alleen is niet de economie. De begroting is ook de economie. En ik wil u laten zien wat er met de begroting is gebeurd dit jaar. Even kijken. Dat is er met de begroting gebeurd dit jaar. De blauwe lijn is waar we op zouden moeten zitten met de begroting. En die blauwe lijn zegt, ik denk dat het inderdaad beter is dat je dat beeld laat zien dan mijn gezicht. Dat beeld gaat de bevolking veel meer informatie geven. Die blauwe lijn zegt waar we zouden moeten zijn dit jaar. En de rode lijn laat zien hoe, als wij de begroting niet goed in de hand houden, hoe de begroting in het land ontspoort. In de eerste 6 maanden van het jaar. En u ziet dat we in januari en februari redelijk dichtbij een hele goede, stabiele situatie in de begroting zijn.
En u ziet het ontsporen in de maanden maart, april, mei. U ziet in juni dat we een hele sterke slag maken om te corrigeren. Maar dat we er lang niet zijn. En u ziet dat gat daar, dit zijn voorlopige cijfers. U ziet in juni een gat van 2,2 miljard, 2 miljard 270 miljoen naar 444. 444 miljoen is wat we hebben. We zouden moeten hebben 2 miljard 270 miljoen. We komen 1,8 miljard tekort. Dat is niet weinig geld. En dat gat gaat groter worden als wij niet direct met z'n allen, en daarom ben ik blij dat Anna dat ook zegt, dat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van het ministerie van Financiën, maar van ons allemaal, om ervoor te zorgen dat we de begroting in de hand houden en dat wij ervoor zorgen dat de inkomsten die we begroten, dat die ook echt binnenkomen en dat de uitgaven die we plannen, dat die uitgaven ook binnen de perken blijven. Dat als we zeggen er is 17 miljoen per maand voor vuil ophalen en verwerking, dat dat niet richting 30 miljoen per maand gaat. Dat als we zeggen we hebben 250 miljoen per maand extra voor het staatsziekenfonds, dat dat niet naar 270 miljoen gaat. Dat is niet te betalen. En dat als we zeggen, we gaan een paar miljard aan inkomsten halen uit niet-begrotingsmiddelen, uit niet-belastingsmiddelen, dat die inkomsten ook daadwerkelijk binnenkomen. Een van de grote issues hierbij, ik haal dit even weg, een van de grote issues hierbij is de EBS-subsidies. Wij hebben dit jaar, ik denk dat het goed is dat ik u die cijfers geef, wij hebben dit jaar aan voorschotten van dividenden van staatsolie tussen januari en juni ontvangen. $60 miljoen. $10 miljoen per maand. En vanuit de regering en vanuit de president, maar zeker ook de vicepresident, heeft bij herhaling aan me gevraagd. Ik heb hem dat antwoord de afgelopen dagen, hebben we dat besproken. Waar blijft al dat geld van staatsolie? 10 miljoen per maand, dat betekent dat je $60 miljoen moet hebben gehad aan nu, op dit moment. Waar is die $60 miljoen gebleven? Die $10 miljoen is rechtstreeks van staatsolie gegaan naar subsidies aan de EBS. Maar de subsidies aan de EBS waren niet $60 miljoen dit jaar. Die waren $70 miljoen. Bovenop het opgebruiken van alle dividenden van staatsolie hebben we nog $10 miljoen aan EBS aan subsidies moeten betalen, zodat iedereen stroom kan blijven hebben. Die situatie kan niet gecontinueerd worden. En dus is gestart ook, en we zijn met, laat me zeggen, hier wordt geen campagne gevoerd tegen de EBS. Wij zijn met de EBS in goed overleg dat de EBS de extra gelden van de prijsverhoging, van de tariefsverhogingen die binnengehaald worden, dat die teruggaan naar de staatsbegroting. Wij zullen de EBS blijven subsidiëren via de begroting van staatsolie, maar de EBS zal een deel van die subsidies, met name de tariefsverhogingen, zal binnen moeten komen. Dat beleidselement is zodanig belangrijk dat het voor deze IMF-missie als prior action beschouwd wordt. Prior action betekent dat als daar niet aan voldaan wordt, dat de volgende tranche van het IMF niet binnenkomt en dat het programma dreigt te stoppen. Het klinkt dramatisch, het is ook dramatisch om het programma te stoppen, want iedereen in Suriname beseft dat dit programma niet mag stoppen. Wat als we dit programma niet hadden uitgevoerd, dit herstelprogramma voor ons land, als wij dit niet hadden uitgevoerd, waren we terug in de situatie van ons land met een koers richting 3000. Het feit dat we dit programma hebben uitgevoerd met steun van het IMF heeft gemaakt dat we kunnen stabiliseren. Dat vandaag de koersen, prijzen stabiliseren, dat we de lonen hebben kunnen terugbetalen, dat we zaken zijn kunnen blijven doen in het land, dat er een sociaal programma uitgevoerd kan worden en dat die economie perspectieven biedt. Het tweede aan prior action. Eén prior action is dus die subsidies van de EBS. En ik moet zeggen dat de EBS heel hard zijn best doet.
dat we dat zien, om die wat ze moeten afdragen ook af te dragen. Ze zijn er nog niet. Wij roepen de EBS ook op om, als het kan, nou niet als het kan, om wat sneller die betalingen te doen. We lopen achter. Die betalingen moeten echt op tijd komen. We zijn nog bezig met de betalingen van mei en juni. We zitten nu al in de maand augustus. Die betalingen van mei en juni moeten nog volledig binnenkomen. Maar daarna moet juli, daarna moet augustus. De EBS moet iets sneller die betalingen plegen naar de begroting toe. Het tweede is aan prior action, is dat er een plan ingediend moet worden. Ook dit is goed om mee te geven aan u. Wij hebben uit het verleden meegekregen een staatsschuld bij de centrale bank van 8 miljard. 8 of 9 miljard, governor? Ja, tussen 8 en 9 miljard. SRD. Veel mensen denken, het is toch Lanti en de centrale bank. Vergiet dat niet. No, man, vergiet dat niet. Die 9 miljard staat op tafel. Vanaf volgende, er moet een plan op tafel komen. Dat plan hebben de governor en ik zijn aan het maken. En volgens regels, volgens onze nationale regels, moet die schuld terugbetaald worden. Wij kunnen dat niet terugbetalen. Dus het plan gaat betekenen dat wij gaan beginnen volgend jaar met rente te betalen aan de centrale bank. Het is niet zo. De les voor ons volk voor lange termijn is, het is niet zo dat als je schulden genomen hebt, dat als er een nieuwe regering komt, als we nieuw beleid voeren, dat die schuld vanzelf weggaat. De centrale bank kan het niet even wegvegen uit zijn boeken. De centrale bank kan het niet even afschrijven. En de staat zit met de erfenis uit het verleden. En ook hier is de conclusie. Wij moeten zorgen dat we ons land nooit meer in een positie brengen dat dat gebeurt. Wij moeten geen bestuurders hebben die ons land in deze situatie brengen. Die twee prior actions betekenen dat als we daar niet aan voldoen, namelijk het plan op tafel leggen voor hoe gaan we die schulden met de centrale bank, hoe gaan we dat oplossen op lange termijn, en twee, dat de EBS die 2 maanden, maar daarna ook de derde, de vierde, de vijfde, gaat blijven betalen in de begroting als die acties niet gevoerd zijn, stopt het IMF-programma. Dat is iets wat wij ons niet kunnen permitteren. Wij moeten ervoor zorgen dat dat blijft gebeuren. Dat die betalingen binnenkomen. Daarnaast de begroting. Ik ben blij dat Anna die zaken meegenomen heeft. Bij het ministerie van Financiën is soms een beetje het gevoel dat wij hulp van onze collega-ministeries heel goed zouden kunnen gebruiken om de begrotingen in de hand te houden. Wij kunnen dat niet voor de ministeries doen. Alle ministeries hebben eigen begroting en planningsdiensten. En die moeten die begroting in de hand houden voor hun ministeries. Wat ik eerder zei, als wij 17 miljoen per maand hebben voor vuilophal en verwerking, kan het niet richting 28 en 30 miljoen gaan. Directieleden, planafdelingen moeten daarvoor zorgen dat het in de hand gehouden wordt. Als er voor de politie brandstof is voor een bepaald bedrag en voor een bepaalde hoeveelheid, moet het daarmee gedaan kunnen worden. En moet ervoor gezorgd worden dat er niet verspild kan worden. Wij hebben gisteren in de regering ook besproken dat wij alle ambtenaren, met name de ambtenaren die wel presteren, die komen, dat wij ze allemaal hun promoties gunnen. En laat me zeggen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met de regering samen in totaliteit bezig is. Er waren in de rechtspositie van ambtenaren waren er, ik dacht, 38.000 achterstanden. Daarvan zijn 28.000 ingelopen. Die 10.000, daar wordt nu aan gewerkt. We gunnen iedereen. Maar wat niet moet gebeuren, is dat al die promoties, dat die buiten de begroting gaan. De ministeries moeten er zelf voor zorgen dat de promoties en de extra gelden, dat die binnen het budget van hun loonsom van het ministerie blijft. Financiën heeft niet extra geld om dat extra te gaan betalen. En bovendien is ook gezegd, voor wat betreft de ambtenarij, de spookambtenaren, de mens, en het gaat niet om mensen die verschijnen of die om politieke redenen thuis zijn gezet. Het gaat erom mensen die daadwerkelijk
overleden zijn, die niet meer, verschijnen, die overleden zijn, mensen die naar het buitenland zijn, mensen die niet vindbaar zijn. Wij zijn mensen tegengekomen die op hetzelfde ministerie 2 keer voor hetzelfde salaris ontvangen. Dat soort dingen moeten opgeschoond worden. De ministeries hebben we verteld dat ze binnen het budget dat ze hebben moeten zorgen dat ze en betalen de promoties die medewerkers maken waar ze recht op hebben, maar dat daarin ook betaald wordt straks dat wat met de bonden afgesproken gaat worden. Dat betekent dat we door moeten gaan met het opschonen van de vervuilde ambtenarenbestanden. Het is niet zo van Chipoti van als mensen in het buitenland topsalaris verdienen en hier nog op de loonlijsten staan en geld verdienen en wij zeggen Chipoti. Het is geen Chipoti, want mensen hebben weduwe- en wezenpensioenen. Als mensen overleden zijn, dat het op een nette manier en respectvol, maar dat het verwijderd wordt. Maar zeker de mensen die weigeren om zich te registreren, 3 keer de kans gaat hebben dat we dat doorzetten, omdat daarin de ruimte gevonden gaat worden om de looncorrecties te geven. Ik denk dat het goed is dat we dat met de gemeenschap delen. We kunnen het andere traject volgen en zeggen, laten we geld drukken. Dat gaat niet gebeuren. Niet met deze governor, niet met deze minister van Financiën, zeker ook niet met deze president en deze vicepresident die we hebben. En dat is een correct besluit, dus er gaat geen geld gedrukt worden. Maar als wij ervoor zorgen, als wij de begroting uit de hand laten lopen en weer een hoop extra gaan uitgeven wat niet gedekt is aan geld, betekent het dat alle stabiliteit die geschapen is, alle rust en orde en perspectief voor vooruitgang, dat we dat weggegooid hebben. Dat het betekent 4 jaar arbeid weggegooid. En ik denk dat het goed is dat wij dat beseffen. Ik denk dat het goed is dat niet alleen de minister van Financiën dat beseft en de top van de regering dat beseft. Ik denk dat het goed is dat we dat met z'n allen beseffen. Dat de beste gang naar de verkiezingen is de gang van voorzichtigheid. De gang van beschermen wat we al hebben opgebouwd en het niet kwijtraken. Ik denk dat we bij deze review meer werk hebben dan de vorige reviews. Het is wat moeilijker, het is wat lastiger. Hier gaan wat problemen serieus opgelost moeten worden. Als we dachten, die voorgaande waren serieus, deze zijn serieus. We hadden toen ook serieuze. We moesten de brandstofprijzen, de tarieven daar hebben we aan gewerkt. Maar we hebben gezien dat met de aanpassing, met het vrijlaten van de brandstofprijzen, ze niet omhoog zijn geschoten, ze juist omlaag zijn gegaan. Het heeft juist inflatiedempend gewerkt. Datzelfde vertrouwen, datzelfde vragen we van de bevolking bij het treffen van de voortgaande maatregelen. In eerste instantie lijken ze lastig, moeilijk, maar als je eenmaal de resultaten begint te zien, zie je dat daar ruimte ontstaat voor beter bestuur, beter beleid en een beter land. Er zijn positieve vooruitzichten met oil en gas, maar ook daarvoor. Ook daarvoor. Je ziet dat de economie dit jaar al zonder oil en gas met minimaal 3% gaat groeien. We zien dat de inflatie, en ook het IMF, we hebben daar niet over gepraat, ook het IMF schat in dat de inflatie, hun schatting voor nu, is een stuk lagere inflatie dan ze eerder dit jaar inschatten. En veel beter in de richting van wat de centrale bank had ingeschat, die 11%. En ik hoop dat wij minder dan 11% inflatie kunnen realiseren. Ik denk dat we daarmee ons volk een belangrijke dienst kunnen bewijzen. Als je zegt, wat is het meest belangrijke wat je aan je volk kan geven, is lage inflatie. Zorg ervoor dat we die lage inflatie, het voorzichtig blijven besturen met geld, dat we dat niet in gevaar brengen. Omdat we daarmee uit handen slaan het beste wat we zeker de arme mensen kunnen geven. We hebben over veel meer dingen gepraat, over het sociaal programma. Een betere uitvoering van het sociaal programma. Een betere uitvoering van subsidies. Een betere uitvoering van de begroting. Maar ik denk dat ik niet in detail ga daarmee. Ik geloof dat ik met wat ik nu gezegd heb voldoende bijdrage heb geleverd voor nieuws voor u. En voor over deze reviewmissie die kritische noten had.
maar constructief is en waarbij we met alle vertrouwen uitkijken naar ook hier weer een goede board approval. Dank je wel. Dank u wel, minister. Geef nu het woord aan de governor van het Centrale Bank, de heer Roemer, alstublieft. Ja, ik zal uw kijkers en luisteraars aanvullend, want er is al heel veel gezegd. Toch kort even inspelen in het bijzonder wat er al is aangehaald. Die macro-economische stabiliteit, aspect van de inflatie is ook net aangehaald al door de minister van Financiën. En de kwestie van de koersen, er is gezegd stabiliseren, we zien zelfs dalingen. Wat denk ik voor u van belang is, wat is de samenhang in het programma tussen de centrale bank en in dit geval het ministerie van Financiën. Dit resultaat moet ik zeggen en dankzij de goede samenwerking tussen de medewerkers van het ministerie van Financiën en de centrale bank. Wat bij u bekend staat als OMO's, de open marktoperaties, en we zitten al sinds 21 de keuze van een flexibel wisselkoersregime, is dat wij hebben gekozen voor een bepaald monetair regime, waarin we ook uiteraard moesten kiezen voor eigenlijk de koers vrij te laten. Maar dat kan alleen in een goede samenhang met een fiscaal beleid en een monetair beleid. En dat beleid houdt dus in, wat de minister heeft toegelicht, dat we kijken naar de uitgaven van het ministerie, ook in de tijd. En dat betekent dat wanneer dit een impact heeft in wat we noemen de overtollige liquide middelen, dat de centrale bank hier een antwoord op vindt door deze in gewone taal op te ruimen. Dat is wat er gaande is. En dit beleid hebben we nu consistent de afgelopen periode ingezet. Tot zeker wat mij betreft, want ook wij waren natuurlijk kritisch hoe snel gaan we de resultaten zien. Maar we hebben gezien dat de resultaten vrij snel zijn gekomen. Omdat de inflatie is vrij hard gedaald. En we zien ook dat de koersen zich vrij snel zijn gaan stabiliseren. En zelfs er een daling is ontstaan. Ik denk dat we met dit belangrijk deel van het IMF-programma mogen zeggen dat we niet alleen succesvol zijn geweest op basis van deze resultaten, maar hiermee, en de minister haalde het al aan, hebben aangetoond dat in een landje als Suriname monetaire financiering ontiegelijk grote schade toebrengt aan u, wij, de samenleving. En dit is iets waar we een goede les uit moeten leren. Maar dan nog, ook al doe je dat niet, zien we dus dat de liquiditeiten in die economie ook heel belangrijk zijn. Ik wil u nog vooral erop attenderen, en ik maak een grote sprong terug naar de historie, dat we als land vanaf de jaren 80 kennen we het fenomeen van parallelkoersen. Oftewel, anderen noemen dat ook wel zwarte marktkoersen. En u herinnert zich ook nog wel de bekende tasjesmannen op de markt, die allerlei koersen, en er waren ook nog diverse koersen. Wij hebben in een korte tijd, zou je kunnen zeggen, hoewel het ons al zo lang niet is gelukt, hebben wij de koers met dit beleid kunnen, je zou kunnen zeggen, uniform kunnen maken. We hebben één koers met kleine verschillen, maar dat is inherent aan wat ik noem de flexibele wisselkoers. Er is een koers van de centrale bank, een gemiddeld gewogen koers, en dat is een koers die dagelijks, 3 keer per dag, wordt vastgelegd op basis van de koersen die de banken en de cambio's dagelijks realiseren. En we zien dat dit bijzonder grote voordelen heeft voor de samenleving, voor bedrijven, voor u allen. Bedrijven die zitten niet meer met waarderingsproblemen, welke koers ze moeten hanteren, omdat de koers vrijwel is geunificeerd. Dus is dat eigenlijk verleden tijd. We staan nog voor een grote uitdaging,
En die uitdaging is, wat wordt de inflatie over 2024? Er zijn inderdaad projecties gemaakt door de centrale bank en door IMF. En het zou heel mooi zijn, maar dat is niet heel erg waarschijnlijk, dat we op een koers komen wat we noemen eencijferig, onder de 10. En waarom zeg ik dat? Omdat we hiermee ook voor de reële sector zou dat heel handig zijn, omdat we in financiële rapportages bij de bedrijven in Suriname gekozen hebben voor een bepaald stelsel, noemen we IFRS. En dat, die standaarden die kijken naar de inflatie over de afgelopen jaren. Cumulatief. En hopelijk, als we daaronder komen, betekent het ook dat de impact voor winstcijfers en voor de verslaggeving van onze grote belangrijke organisaties, dat dat een positieve uitkomst daarop zou hebben. Maar nogmaals, we komen binnen 2-3 jaren van meer dan 60% inflatie, komen we nu naar een niveau waarbij we dus boven de 10 zullen komen, zeer waarschijnlijk, maar nogmaals, het zou mooier zijn om lager te komen. We beseffen het vraagstuk dat er veel personen, veel bedrijven, die houden zich bezig met de daling van de koers. Ik kan u verzekeren dat de daling van de koers alleen maar gebaseerd is op wat we noemen vraag- en aanbodfactoren. Uiteraard worden deze factoren beïnvloed door het fiscaal en monetair beleid van de bank en van financiën. Maar dat heeft natuurlijk daar een impact op. De centrale bank die heeft andere instrumenten ingezet, ook binnen de open marktoperaties, en die hebben daar ook een impact op. Ik hoor wel eens geluiden dat er stiekem acties worden ondernomen om de koers te beïnvloeden. Nou, luisteraars en kijkers, ik kan u garanderen dat dat absolute onzin is. Het IMF die zit elke dag zeg ik u, alle rapportages over de koersen en de transacties te volgen. En op dit moment zijn er geen transacties waar de centrale bank deel in heeft. Dat is absoluut niet het geval. En ook het ministerie van Financiën niet. De daling van de koers heeft dus puur te maken met het beleid, het monetair en fiscaal beleid en de vraag- en aanbodfactoren. We weten ook dat er veel geluiden zijn dat dit geen impact heeft of zijn weerslag in de prijzen. Maar daar kan ik geen oordeel over geven, omdat er daar anderen zijn die een oordeel moeten geven over de prijsstelling. Ik denk dat voor mij deel, nadat de anderen al ruimer op zijn ingegaan, ik tenslotte nog zou willen aangeven, de minister haalde het aan, voor de centrale bank is er dus ook één prior action, evenals voor het ministerie van Financiën. Samen met de minister van Financiën moeten we nu binnen enkele weken het plan rond hebben. Maar ik kan u verzekeren dat dit allemaal goed op schema is en dat het niet onoverkomelijk is. Dus ik heb ook goede hoop dat wij ook de 7e review succesvol kunnen afsluiten. Dank u wel. Dank u wel, governor. We zullen nu overgaan tot de vragenronde. Graag uw naam aangeven bij de vragenronde en van welk mediahuis u bent. Wie zou ik de eerste beurt kunnen geven voor de vraag? Wie? Yes, goedemiddag. De naam is Doris Italini van Sunweb TV. Dan wil ik me dus richten naar de minister van Financiën. Minister, mevrouw Anief, het gaat over een, of ja, nou eigenlijk constant gaat over dat van sociaal beleid en dat van de spookambtenaren. De vraag is, hoe gaat dat aangepakt worden? Want het is al een tijdje.
dat we dus dan bezig zijn om de spookambtenaren uit het systeem te halen. Het is al zeker langer dan een jaar. Langer dan een jaar waar jullie bezig zijn om deze spookambtenaren uit het systeem te halen. Wat gaan jullie dus dan anders doen om dit aan te pakken? And I think we do have another question. Yes, that's it. Wat stelt u voor, minister? Gaan we misschien meerdere vragen tegelijk, want dan beantwoorden. Ja, dat is het een van de beantwoordingen. Wie? Voor wie? Ja, minister. Dat waren tijd. Goedemiddag. Is het aan? Ik heb een aantal vragen. My first question is for Ms. Lucina. There is talk in government that circles that a new IMF assistance program could be necessary. Are there any talks at this moment with the government in that light? And the second question, you have indicated that the public sector wage increases are a risk to the success of the program, the recovery program. The measures that has been taken by the government, they reduce the purchasing power, increase the tariffs for utilities. What should be done to increase the purchasing power of the public sector workers if not by wage increases? And the last one for Ms. Lucina. That was for Ms. Lucina. En voor de minister, mag ik gelijk voor de minister? Jawel, u kunt gelijk de vraag stellen. Er is aangegeven daarnet dat de target voor de primary balance maar niet gehaald worden. En dat blijkt bij elke review weer. Wat gaat concreet gedaan worden nu om die targets wel te halen? En mevrouw Cucina die zegt ook, die stroomsubsidie moet nu, het moet niet meer automatisch gegeven worden. Mensen die het nodig hebben of denken aanspraak daarop te maken, moeten het aanvragen. Bent u het daarmee eens? En zo ja, wanneer wordt daarmee een aanvang gemaakt? En als laatste, wat is de reden dat de EBS die subsidiegelden nog tenminste achterstand heeft bij de overdracht? Dank u wel. Nog iemand? Minister, u kunt. Thank you very much for your question. Thank you very much for your question. So on the purchasing power, of course, wages have to increase. And in the last review, we actually included some analysis that public sector wages are low in Suriname. They have to increase. Public sector wages are particularly low for skilled professions, for people with university degrees. That's where the pain point is, and the government otherwise cannot recruit and retain qualified civil servants, which are absolutely necessary to provide quality education, quality health care, and other public services. They have to increase. But what I heard in the news is that the demand is for 50% increase. That would not be consistent with the budget. That would not be consistent with the level of inflation that we currently observe. And in an economy where you are still below potential, it will just fuel inflation and depreciation. So those two considerations have to be carefully balanced so that public sector wages do increase, but at the same time, the macroeconomic stability is preserved. If you walk with me through this argument, imagine that this is not done. Imagine that the unions get what they ask for, 50% right away. And
all the results that we have achieved will be jeopardized. And basically, your SRD dollar will not be as valuable. So yes, you will get more money, but it will not be used for much. So you will be back to where you started as far as your purchasing power. So this is why it has to be a balancing act that has to be carefully thought through and not politicized. The government should not be taken hostage by some of those extreme demands. And also, when the public sector unions in particular are negotiating for the salary increase, they also have to be part of the solution and also have to address the ghost workers issue. Because if they can be removed from the payroll, then there is more space for those workers that are working hard. But if quantity of public servants remains the same, then of course there is much less space. This is just simple arithmetic. It's not very difficult to comprehend. On the new IMF assistance program, we're here to help. We do see the need in the coming years, not even so much for financing. Even then, of course, it would help. But the reforms that we started together with the government, we barely scratched the surface in some areas. There is still a lot of structural impediments to growth, to development, to good governance that have to be addressed. The government has to request this kind of program. We will see what happens after the elections. We would be happy to re-engage, but I want to emphasize one thing. Even if there is a successor program, the point is to move the Suriname towards self-sufficiency. The way you move Suriname towards self-sufficiency is to generate your own incomes from taxes, from non-taxes, from various fees, and to reduce expenditure in a way that you can live within your budget. Okay, that is the ultimate goal. It does not mean that IMF all of a sudden will stop engaging, because we have 190 members. We can still provide technical assistance. We can teach you how to do certain things. We will still do surveillance and advise on policies. So it's not just about the financing. So we will continue to be engaged, whether or not there is a new program. I do see a value in the next program to get you through the next 4 years, and at least until you get the first oil proceeds, so as to establish proper mechanisms in a way that the government remains responsible, preserves the oil wealth also for future generations, does not go on an uncontrolled spending spree. There are lots of benefits in those kinds of structural agenda and reforms. So, yes, I do see a value, and we will be happy to remain engaged, including through a successor program. But we will see what happens after the elections and whether the government will request it. When we speak to the business community, they want to see a successor program. They say it very openly. Thank you. Thank you, Ms. Anna. Thank you. De vraag van Sun, wat gaan we doen om spookambtenaren aan te pakken? We praten daar lang over. Die aanpak moet collectief. Dat is iets wat we met alle ministeries moeten doen. Dat is niet iets wat financiën alleen kan doen. Wat ik kan doen, en dat komt dan onvriendelijk over, wat ik kan doen, en dat doen we ook, is ik zeg van, een bepaald ministerie heeft een bepaald budget voor lonen en salarissen, wij gaan niet buiten dat budget. En dat is normaal. Dus als je meer mensen wil, ik weet niet hoe je dat gaat betalen, dan is het administratief en juridisch, is het allemaal goed, maar ik heb het geld niet ervoor, dus dan stopt het. Dus ook hier, het moet lukken met alle ministeries samen. Financiën alleen kan dit niet doen. Nu moet ik zeggen dat hier de samenwerking met BISA uitstekend is geweest, ook met alle andere ministeries. Want die registratie, dat is voor het eerst gebeurd in ons land, registratie heeft plaatsgevonden en daarbij zijn circa 8000 mensen die in aanmerking komen om afgevoerd te worden, omdat ze na herhaling
opgeroepen te zijn, zich niet hebben geregistreerd. Daarvan is een eerste deel, is ook dat is uniek in ons land, voor het eerste deel is daarvan is verwijderd en dat heeft ruimte gemaakt. Tegelijkertijd, die informatie heb ik ook verstrekt in de media, is het zo dat de loonsom niet omlaag gegaan is. Wat we aan salarissen betalen is hetzelfde gebleven. Dus per saldo zie je dat direct de ruimte ontstaat om mensen beter te betalen. En dat je dat dus ook doet, dat die ruimte wordt gelijk benut. Maar dat die 8000, dat daarvan een deel, ik dacht dat dat onder de 2000 was nog, dat opgeschoond is geworden, dat cijfer van 2000 nog aan de lage kant is. We moeten doorgaan om op te schonen en ervoor te zorgen dat daarin de ruimte ontstaat, de ruimte om drie dingen te doen. Mensen hun promoties te geven. Mensen hebben recht op hun promoties als ze ook daadwerkelijk zich inzetten. Niet promoties omdat er verkiezingen komen. Twee is, mensen, de overheid heeft vervanging van mensen nodig. Je hebt kader nodig, dus je moet een paar nieuwe mensen in dienst nemen. Maar die ruimte ontstaat als je dus opschoont en dus ook budget en ruimte maakt. En drie is wat Anna steeds zegt, wil je je goede ambtenaren goed betalen, de mensen die werken goed betalen, dan betekent het dat je dat wat je verspilt aan mensen die toch nooit komen, mensen die verdwenen zijn, dat je dat geld in elk geval niet meer uitbetaalt. Dus die, kort gezegd, doorgaan met die 8000 en zorgen dat we zo dicht mogelijk bij die 8000 ongeregistreerden komen en ze verwijderen uit het stelsel. De vraag van de waardetijd, wat doen we met de, er waren drie vragen van de waardetijd. Wat doen we met de primary balance targets? We halen ze niet. Als u zich herinnert, heb ik voor dit jaar als doelstellingen gesteld voor het ministerie van Financiën. Drie doelstellingen. 1. Inflatiebeheersing. 2. Kostenbeheersing. En 3. Inkomstenverhoging. U ziet dat alle drie belangrijk zijn en alle drie in focal areas zitten van het beleid dat we aan het voeren zijn. We moeten de kosten beheersen. Dat wil zeggen, de public sector is daar deel van, maar ook de uitgaven, niet alleen de lonen, maar ook de uitgaven, brandstof, ik noemde de voorbeelden vuilophaal en verwerking, ik noemde de voorbeelden van het staatsziekenfonds, kijken dat het in de hand gehouden wordt, dat het niet explodeert. Het staatsziekenfonds kan bij verschillende ministeries op de begroting trekken om daar een deel van de ziektekosten goed gemaakt te krijgen. Dat wordt nagelaten. Vervolgens komt er een prijskaartje dat neergelegd wordt bij financiën. Dat kan niet. De kostenbeheersing is enorm belangrijk om die target te halen. Maar vooral ook de inkomsten binnenhalen. Als de EBS. De EBS moet geld ontvangen van mensen die moeten betalen, tot een 500 miljoen. Dat geld moet binnenkomen. Dat geld kan niet zo even uit de begroting van financiën goed gemaakt worden en de EBS zit met vorderingen van 500 miljoen. En misschien zijn niet alle vorderingen direct binnen te halen. Je kan moeilijk een ziekenhuis gaan sluiten, dat is niet wat we vragen. Maar er zijn sommige commerciële bedrijven die al een hele tijd niet betalen. Die moeten gewoon hun stroom betalen. En dan wordt de pressie op financiën daarbij minder. Hetzelfde geldt voor, SZF heb ik dat gezegd. SZF, je hebt een 500 miljoen aan ontvangsten die je moet halen. Ga ze halen en leg het niet bij financiën neer. Dus ga je inkomsten halen, gewoon goed bestuur. Die parastatale bedrijven, allemaal hele goed betaalde directies. Nou, doe je werk. En leg het niet allemaal neer bij de begroting van financiën. Dus dat zijn zaken. De inkomsten moeten fors omhoog. En een belangrijk deel daarvan zal uit de EBS heeft daar een centrale rol in. Ze moeten die overdrachten moeten echt plaatsvinden en op tijd. Maar ook anderen. We gaan ook starten om staatsbedrijven. Ik heb hier wel eens het voorbeeld van Anna genoemd. Ik geloof dat in Haarland dat staatsbedrijven ooit aan staatsbedrijven gezegd is, je hebt een jaar om je zaken op orde te stellen. Wie het kan, prima, je mag door. Wie het niet kan, sluiten. Dat is niet wat wij zeggen,
Maar we gaan wel meer beleid maken, strenger beleid maken voor staatsbedrijven. Dat bedrijven, staatsbedrijven die geld kunnen verdienen, niet elke dag op de stoep van het ministerie van Financiën staan om daar geld voor te zoeken. Social spending aanvragen is dat wij hebben, laat me een stuk informatie geven. Er is net een studie over de armoede in Suriname is voltooid. Die studie is uitgevoerd door de Wereldbankgroep, door de IDB, door de Universiteit van Suriname en door het ABS. Die studie toont aan dat er arme mensen zijn in Suriname, 17,5%. De armoedestudie zoals door Suriname uitgevoerd, komt overeen, bijna één op één, met de armoedesituatie die berekend wordt door de Wereldbank, die komt ook op 17,6% uit. Dus wij besteden aan sociaal beleid, dus om armoede te dempen in ons land, meer geld, wij besteden meer geld dan andere landen. Dus het probleem is niet dat we niet voldoende geld besteden aan armoedebestrijding. Het probleem is, we moeten dat geld beter besteden. Eén voorbeeld, we geven AOV aan alle rijke mensen. En je ziet dus uit die studie ook dat het sociaal beleid niet alleen terechtkomt bij de armste mensen. Het sociaal beleid komt ook terecht bij de middenklasse en bij de rijke mensen. Die studie laat zien dat als we datzelfde geld dat we hebben niet aan de rijken geven, al die subsidies die we aan EBS, via de EBS aan de rijke mensen geven, als we dat allemaal redirecten met hetzelfde geld naar de arme mensen, dat de armoede van die 17,5% naar 2,5% gaat. Wij kunnen met dezelfde hoeveelheid geld, maar een betere targeting, de armoede in dit land, op de kortst mogelijke termijn uitbannen. Als we dus voor zorgen dat de corruptie, dat de inefficiëntie, dat het misbruik uit het sociaal beleid ook, want ook daar zit corruptie en misbruik, als we uit het sociaal beleid die fouten weghalen, dat we in staat zijn om de armoede in het land gewoon één keer duurzaam eruit te halen. En daarom is die studie uitermate belangrijk om daar kennis van te nemen. En gelukkig moet ik zeggen dat bij de presentatie van die studie, ik dacht 2-3 weken geleden, dat daar ook mensen van de media waren. Maar die studie kun je, ik weet niet, staat die op de website van het ministerie van Financiën? Hij kan op de website van Financiën of van de Wereldbank kan hij zo gedownload worden. De studie plus een samenvatting van de presentatie. Ik zou dat zeer, zeer warm aanbevelen. En ook een debat hierover, omdat ik denk dat wij de middelen hebben, zonder dat we meer geld hoeven te halen, maar met beter bestuur, dat we de armoede gewoon binnen 1-2 jaar uit het land kunnen bannen. En dus daarom denk ik dat die vraag uitermate belangrijk is en ook die studie hoop geeft. Niet alleen al dit soort gewichtige dingen met het IMF en met budget en begroting, gewoon beter omgaan met het geld wat we hebben en we kunnen de armoede uit het land gewoon uitbannen. De EBS-achterstanden, hoe gaan we die inlopen? Twee maatregelen. Eén is, eerst, het is belangrijk om te zeggen dat dit voor het eerst is in ons land dat de EBS betaalt. En wij zijn daar blij om. En ik moet zeggen dat de EBS in de communicatie met het ministerie van Financiën nooit gezegd heeft, nee, je voelt wel, het is wennen, maar dat de EBS meewerkt hierin. En dat is goed. En voor het eerst betaalde EBS. Men moet daaraan wennen nog. Men moet eraan wennen om tijdig ook richting het ministerie van Financiën de overdrachten te doen. Dus dat is één punt. En daar gaat aan gewerkt worden. En twee is, er is afgesproken, er komt een klein team van financieel deskundigen dat met de EBS maandelijks gaat zitten om ervoor te zorgen dat de garantie er is dat die overdrachten er komen. Dan heb ik alle vragen beantwoord. Dank u wel, minister. Of u voorstander bent van het automatisch door cijferen van subsidies. Is het antwoord zoals ik dat hoor? Bent u voorstander? Ik ben, ja. Dat mensen die het nodig hebben, of dat ze het nodig hebben, zelf komen aanvragen.
Ik vind dat het grote voordelen heeft dat als iemand iets nodig heeft, dat hij dat moet aanvragen. Ik denk dat je daarmee automatisch al een heleboel misbruik voorkomt. Als je het automatisch doet, gaat het ook naar mensen die het niet nodig hebben. AOV wordt ook aan mij uitbetaald, ik heb het niet nodig. Dus ik weet niet of het automatisch afgeschaft gaat worden, maar ik zou er een groot voorstander van zijn. Je moet het zorgvuldig voorbereiden. Dus je moet het voorbereiden. Je wil niet in het treffen van een goede maatregel mensen raken die kwetsbaar zijn. Dus als je het doet, moet je het voorzichtig doen. En ik denk dat dit geen rocket science is om te zeggen van we registreren. Wie het allemaal nodig heeft, leg formulieren neer bij alle mensen die AOV ontvangen. Heb je het echt nodig? En ik kan je zeggen, een heleboel rijke mensen in dit land, ook al zijn ze niet rijk, middenklasse mensen, mensen die zeggen ik heb het niet nodig, geef het aan armen, dat die voor je gaan invullen, omdat ze het zeggen. Veel mensen zeggen het in het land ook, van luister, geef het aan de mensen die het echt nodig hebben, ik heb het niet nodig. En ik denk dat dat kan. Ik denk dat het ook een veel beter systeem is, dat als je het echt nodig hebt, dat je het makkelijk bereikbaar maakt voor mensen. En degene die het niet nodig hebben, die moet je het inderdaad niet geven, want dat geeft misbruik. Minister, ja. Toch even aanvullen op wat de collega heeft gevraagd. Hoe groot is de groep en hoeveel bespaart u dan daarmee? Welke groep? Dus de mensen die het in feite niet echt nodig hebben. Van AOV? Ja. AOV, wij betalen best veel geld aan AOV. Is er iemand die dat cijfer hier heeft? Ritesh, heb je dat cijfer? Iris? Nee. Ivanda, niet. Nee. Nee, maar er zijn, ik dacht, 70.000 mensen die in aanmerking komen voor AOV. 65.000 ongeveer. En ik weet niet wat de uitkering is. Ik zou even op mijn telefoon moeten kijken wat bij mij iedere keer gestort wordt. Maar het wordt maandelijks betaald. Ja, het kan uitsparen. AOV is één voorbeeld. Wij weten ook dat in het sociale... Kijk, wij hebben gezien dat bij de sociale uitkering, de koopkrachtversterking voor de mensen via sociale zaken, dat het bestand is gegaan van 60.000 mensen naar 90.000 mensen in een paar maanden, naar 122.000 mensen. Nou, je kan er donder op zeggen dat daar een bepaald percentage misbruik in zit. Dus dat is overigens ook de uitkomst van die studie, dat de meting van armoede niet per se meten is van de werkelijke armoedesituatie. Men meet leeftijd, men meet waar woon je, men meet andere dingen in plaats van echt de armoedesituatie. Dus als je dat beter doet, en ik denk dat dus het ministerie van Arbeid, Sociale Zaken, van Financiën en Planning met de Wereldbank en de IDB om de tafel gaan om dat sociaal beleid gewoon te verbeteren en dit te herstellen. Omdat met het herstel, wat ik zei, er hoeft niet meer geld in. We kunnen met hetzelfde geld gewoon veel beter doen. Gezien de tijd, minister, zijn we genoodzaakt dan de persconferentie hier te beëindigen. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en ik zou zeggen tot de volgende keer. Goedemiddag.